Onslag liever niet in deze tijd. Dat is de kop over een artikel in Forum. Bedrijven maken op dit moment liever gebruik van de regeling voor tijdelijke werktijdverkorting dan dat ze werknemers op straat zetten. Maar die regeling zal vandaag aflopen, maar gelukkig heeft minister Donner bekendgemaakt dat hij nog even doorloopt. Dat is een mooi resultaat, neem ik aan. Heel verstandig besluit. Ja. De regeling functioneert. Er zijn inmiddels 200 bedrijven die er gebruik van maken. Is typisch toegesneden op de hele bijzondere situatie in deze crisis. Plotseling vraaguitval. Het functioneert. Ja. En daarom doorgaan. Ja. Nog even voor de duidelijkheid: hoe ziet die regeling voor werktijdverkorting er nou precies uit? Nou, de kern van de regeling is natuurlijk dat we in deze crisis met die hele plotselinge vraaguitval uh, bedrijven hebben die. Weliswaar ernstig geraakt zijn door 30, 40, 50 procent omzetterugang. maar toch de overtuiging hebben dat ze na een aantal maanden weer redelijk normaal kunnen draaien. Ja. Het zou doodzonde zijn als je deze bedrijven dwingt mensen te ontslaan. De kennis van de mensen vloeit dan weg, onrust in de bedrijven en daarop is deze WTV toegesneden. Ja. Als je nu naar politici luistert in deze tijd. heb je toch een beetje de indruk dat men zegt: het moet maar eens afgelopen zijn met deze regeling. Ja, het valt me weer op als ondernemer dat er dus in Den Haag maar heel weinig verstand is voor ondernemerschap. Het binnenhof denkt op een of andere manier dat ondernemers deze regeling gebruiken, beter gezegd misbruiken, omdat ze bang zijn te ontslaan. En dat gebeurt niet. Er is geen sprake van. Elke ondernemer in deze tijd beseft heel goed dat de crisis moeilijk wordt, diep wordt, lastig wordt. En als ze de overtuiging hebben of het gevoel hebben. ...dat dus uh, de situatie voor een bedrijf permanent of althans voor langere termijn slecht blijft... ...gaan ze toch niet gebruik maken van een regeling... Waarom niet? ...die per definitie duurder is. Je vult 100% aan. Er komt scholing bij. Je moet in scholing investeren. Dat ga je toch niet doen met mensen waarvan je van tevoren weet dat je daarna toch moet gaan ontslaan. Dus er is absoluut ja, op een of andere manier geen begrip hoe ondernemingen in elkaar zit. Minister Donner heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer... ...en daarin zegt hij ook dat hij per een maand de regeling wil gaan aanpassen... In welke richting moet dat gaan? Nou ja, bij de heer Donner, en dat begrijp ik ook wel, heerst natuurlijk voortdurend de gedachte, we moeten de regeling wel zo maken dat die specifiek past bij deze crisis. Bij hem leeft de gedachte dat die onvoorspelbaarheid en de plotselinge vraaguitval, dat die minder zal gaan worden in ja. de komende maand. Ik weet dat gewoon niet. Als er één ding duidelijk is in deze crisis, is dat er niets duidelijk is. Dus hij heeft gevraagd aan, aan sociale partners om in de komende tijd verder te gaan praten over misschien een aanpassing van deze regeling. Daarnaast heeft hij ons ook gevraagd om te praten over andere opties, bijvoorbeeld mobiliteitscentra. He, toch uh, in situaties waar bedrijven. Zeker weten dat ze mensen moeten ontslaan. om te kijken of je dat via een mobiliteitscentrum kan doen. Daar gaat van u werk naar werk. Ja, we gaan, we, gaan praten, uh, we gaan praten over detachering. We hebben ook wel afgesproken gisteren. dat we heel concreet nu gaan praten. en heel snel gaan praten over, over invullingen van de mogelijkheid. om mensen van werk naar werk te brengen. Ja. Neemt niet weg dat voor dat hele bijzondere geval. de bedrijven een plotselinge vraaguitval hebben. De WTV ook in de toekomst, naar mijn smaak. een Fantastisch middel is. Ja. Maar eigenlijk zegt u dus wat betreft die regeling voor werktijdverkorting. zou er, wat mij betreft, niets hoeven te veranderen. Nou ja, zolang de evaluatie van de regeling. en ik heb toevallig gisteren de evaluatie gezien tot nu toe. zolang die zo positief is. dat die toegesneden is. precies op het doel waarnaar we streven. waarom zou je dan een regel, een regel veranderen? Never change a winning rule. Dank u wel. Graag gedaan.